Ik ben Michiel en ik ben nautisch mobiel verkeersleider. Nautisch mobiel verkeersleider is iemand die ter plekke op de vaarweg of de kanalen het scheepvaartverkeer regelt. En dat is regelmatig nodig bij bijvoorbeeld werkzaamheden aan bruggen, aan sluizen. Alles wat maar een beetje abnormaal is op de vaarweg, daar worden wij ingezet om ervoor te zorgen dat de scheepvaart daar veilig en rustig kan passeren. Als het werk gaat beginnen, dan zorgen wij dat de scheepvaart daar alert op is. Dat die daar rustig passeren. En daar ben je eigenlijk de hele dag mee bezig. Bij nautisch beheer moet je wel in bezit zijn van een groot vaarbewijs en van een radarpatent. Ik bedoel, Mico, geef je de kans om al je opleidingen te halen. Met daarnaast ook een werkgarantie, dus dat, eigenlijk is dat heel fijn. En we zijn allemaal bootjesgek, we zijn allemaal scheepvaartgekken. Dat verbindt ons wel inderdaad. Maar wij bij Blue Amigo voelen ons pas thuis op het water. Ik zou zeggen, ga kijken waar je kansen liggen als je het ambieert om te gaan varen. En je hebt een groot vaarbewijs, maar je moet toch een radarpatent halen. Blue Amigo zorgt er allemaal voor. En dan kan je op vrij korte termijn eigenlijk aan boord stappen als schipper. En je kan ook doorgroeien naar mobiel verkeersleider als je dat wil.